Deze week ben ik in Penang. Of eigenlijk moet ik zeggen op Penang. Want Penang is een eiland hier in Maleisië. Ik ben hier vorig jaar een keer geweest en ik wil altijd nog een keer terug. Het is een van mijn favoriete plekken in Maleisië. Penang is een groot eiland aan de westkust van Maleisië. Je kunt erheen met de boot, vliegtuig of auto. Het eiland heeft een groot cultureel karakter. Er zijn hier veel musea, jazzcafés en festivals. Je vindt hier ook overal hippe cafeetjes. Je kunt eigenlijk aan alles merken dat Maleisië veel meer ontwikkeld is dan de rest van Azië. Ik ben vandaag in Georgetown. En Georgetown is de hoofdstad van Penang. En het heeft zijn unieke karakter echt te danken aan het wereldberoemde eten hier en de beroemde straatkunst, die hier overal in de stad te vinden is. Straatkunst werd geboren in 2008, toen Georgetown uitgeroepen werd tot World Heritage Site. Lokale kunstenaars kregen de kans om hun werk hier op de muren te presenteren. Het project kreeg in 2012 een andere draai toen de Litouwse kunstenaar Ernest Zacharevich de opdracht kreeg om 30 schilderingen te maken door de hele stad heen. Het project kreeg de titel Mirrors of Georgetown, die je door de hele stad kunt bewonderen. Dat kan natuurlijk op een tour. Maar eigenlijk is lopen natuurlijk gewoon veel vetter. Kom je allemaal leuke dingen tegen en misschien ook wel andere dingen. Wat ook heel erg leuk om te doen is hier, is het Upside Down Museum. Het is heel leuk om te doen. Het voelt een beetje raar. Maar als je het omdraait, dan valt het allemaal mee. Maar je wordt er wel een beetje gek van. Maar het is wel echt heel grappig. En heel veel leuke fotomomentjes. Oké, dat allemaal waar we net doorheen liepen, dat was gewoon één café. Maar wel een heel mooi café. Ik heb een klein cadeautje voor mezelf gekocht. Zoals deze bekend als een bananenleaf. Oké, we gaan de bananenleaf proberen. Bananenleaf wordt hier overal gegeten. Dus verpakt in een bananenleaf. Omdat ze het mengen met kokosmelk en door die bananenleaf dan blijft die kokosmelk die blijft er goed in zitten. En het ziet er gewoon heel leuk uit. Het is wel lekker pittig. Zo. I'm probably gonna be here for 3 months next year, so I'm definitely gonna ask you how to get that deal. You really like the city, aren't you? So what are you doing, staying here for a month? I'm a digital nomad. Oh, okay. I started 6 months ago. Did you just talk about it yesterday? He's still here, we just talked about it. So what do you do? I'm a freelance developer. So for websites and stuff? Yeah. Dus een digital nomad is iemand die eigenlijk de hele wereld rondreist, geen vaste verblijfplaats heeft en zijn geld gewoon verdient via het internet. En deze man is al een half jaar op reis en die verdient gewoon zijn geld met het maken van websites en reist de wereld rond. En I think that is really cool. What he said. Yeah, I think that's really cool. Really? Yeah. Oh, like me and Matt in Thailand. You know the same guy? He knows my roommate from San Francisco. Wow. Dat is eigenlijk een hele kleine wereld. Deze gast die loopt hier gewoon random langs. Vraagt wat ik aan het doen ben. Ik zit hier met Jim, die hier in Penang woont. Hij woont in Amerika. Ze voegen elkaar toe op Facebook. En hij kent zijn kamergenoot in San Francisco. Ja, man. We lopen nu weer zo'n fancy koffiestoortje binnen. En nou schijnt hier dus ergens achter een soort van kunstgalerie te zijn. Bye.
Ik loop hier nu zo een beetje door Georgetown heen. En eigenlijk doet het me ook wel heel erg denken aan Berlijn. Het heeft een oud gedeelte en het heeft een nieuw gedeelte. Het heeft een hele artistieke sfeer. Er zijn veel musiccafés, heel veel straatkunst en heel veel hippe cafeetjes waar je gewoon even lekker een kopje koffie kunt drinken. Let's pack our bags and lie on the easy street. Feel the water on our backs. Dat was het alweer deze week met Sam op reis. Vond je dit nou echt een hele vette video? Laat vooral even een reactie achter. Like de video, deel de video misschien wel. Weet ik veel wat. Maar het allerbelangrijkste is, vond je hem echt leuk? Abonneer op mijn kanaal, want er komen nog veel meer vette dingen aan. Volgende week ben ik in Kuala Lumpur, de hoofdstad. Dus abonneer op mijn kanaal. Goed weekend.